Waar ik wel eens aan denk, en ook dit is een open gesprek, daarmee zeg ik niet, dit moet nu beleid worden of dit is een politiek voorstel, maar gewoon om over na te denken. Je kan zeggen, de afgelopen 10 maanden hebben we gevraagd, bijna een jaar vragen we al van jongeren om hun leven on hold te zetten, om de meest kwetsbare, vooral oude mensen, te beschermen. Als we nu zien dat, als we zeggen, we moeten hen meer de ruimte geven, zou het dan niet verstandiger zijn om eigenlijk mensen in het onderwijs bijvoorbeeld te gaan inenten, zodat het onderwijs wat gemakkelijker open kan. Hè? Dus je hele inentingsstrategie die nu bedoeld is om de meest kwetsbaren te beschermen, is er niet ook een argumentatie waarom je zegt, nou, misschien moet je dat verleggen, maar eigenlijk zorgen dat we de samenleving zo ver mogelijk kunnen openen voor jonge mensen? Ja. Nou, kijk, wat belangrijk is, wat belangrijk is, wat we net ook zeiden, is dat je dat gesprek met elkaar aan moet gaan en eigenlijk een keuze moet maken in je strategie. En je moet ook accepteren dat je kan veranderen van strategie. Omdat de situatie verandert. Hè? De eerste week van januari waren we nog positief en een week later hebben we ineens over een Britse variant. En wie weet hebben we het over 2 weken weer over iets anders wat er weer gebeurt. En dat leert ons de COVID, dat een crisis beheersen is continu schakelen en met elkaar in overleg. En dat moeten we een beetje leren, is dat je dan als iemand met de beste bedoeling, in dit geval de Gezondheidsraad, een advies heeft gegeven, hebben ze dat op dat moment met die beschikbare data gedaan. En wat het mooie aan hun advies is, is dat er data beschikbaar is dat die mRNA-vaccins beter werken in ouderen. Want normaal gesproken werken vaccins niet zo goed in ouderen. Hun lichaam reageert aan mRNA. Dat is die nieuwe manier van vaccins ontwikkelen. En dat gaat over het Pfizer-vaccin en Moderna. Ja. En die hoge opbrengst in de effectiviteit van boven de 90%, dat is echt uitzonderlijk voor ouderen. En daarom, en toen is er ook gezegd, waar willen we op sturen? En er is in de gezondheid gezegd, we willen zoveel mogelijk levens redden. Nou, en je weet dat als een ouder iemand nu COVID krijgt en die gaat niet naar het ziekenhuis of naar de IC, dan heeft hij een 25-30%, en misschien wel als je nog ouder bent iets hoger, risico op overlijden. Dus als je het vaccin wil geven en je wil de meeste, ja, het klinkt een beetje raar, opbrengst hebben van het vaccin, moet je daar beginnen. En dat is de overweging geweest. En die 2 argumenten zijn genomen om deze strategie te kiezen. Als je nu door de verandering zegt van, jongens, maar wij willen eigenlijk een andere strategie, want die scholen zijn voor ons belangrijk en de jeugd is zo belangrijk. Ja, dan kan je met elkaar dan zeggen, ja, dan wordt het ook logisch om de strategie al of niet aan te passen van je vaccinatie. En daarom is het zo belangrijk. Dus je moet eerst kiezen voor een strategie en dan zeggen of je je vaccinatie. Wat het lastige op dit moment maakt, natuurlijk kun je leraren beschermen. Dat is heel belangrijk. Dat moet je ook zeker doen. Maar wat je eigenlijk zou willen, is dat je de jeugd ook zou vaccineren. En nou ja, ze worden al niet ziek, dus waarom zou je ze vaccineren? Maar je gaat er eigenlijk vanuit dat als je goed gevaccineerd bent en je hebt voldoende antistoffen die echt het vaccin of het virus neutraliseren, onschadelijk maken, dat je dan ook niet het virus doorgeeft. Maar eigenlijk weten we dat nog niet precies. En omdat we dat nog niet precies weten, twijfelen we dan weer in de strategie van het vaccineren. Maar die discussie moet je voeren. Dus omdat we niet precies weten, hè, dus we weten nu, je krijgt het vaccin, 2 prikkies en dan ben je beschermd. Heb je een hoge mate van bescherming in ieder geval tegen COVID. Maar we weten nog niet of je het dan ook niet zelf kan overdragen. En omdat we dat niet zeker weten, dat is waarom jongeren eerder vaccineren, wat het nog tegenhoudt, zou je kunnen zeggen. Ja, je kunt beredeneren dat het wel zo is, want dat doen we altijd met vaccineren. Dus de verwachting is dat het ook minder verspreidt. Maar helemaal zeker weten doen we het niet. En dus zou je bijna moeten zeggen, dat zouden wij in de geneeskunde doen. Dan doen we een pilotstudie. Ja. Snap je? Een regio of weet ik veel wat, vaccineer daar x aantal jongeren en ga meten of zij dan virus overdragen, ja of nee. Nou, dat zal
dat zal best gebeuren, maar dat soort dingen is belangrijk als je dan de keuze wil maken voor een veranderde strategie. En zeker omdat er nog heel veel vaccins gaan komen en we daar nog heel vaak in zouden moeten sturen. Wat zou nou een interessante groep zijn dan om mee te gaan testen? Als je zegt, nou laten we eens een groep jongere mensen gaan vaccineren en die gaan volgen. Hoe grote groep heb je, voor mijn gevoel, want dit is niet mijn vakgebied. Dus hoe grote groep heb je ongeveer nodig? Wat is dan de interessante groep om daarvoor te nemen? Nou ja, kijk, je kunt keuzes maken, maar ik heb het opgezocht omdat ik hierover na zat te denken. Maar de 18-jarigen tot 25-jarigen zijn 1,5 miljoen jeugdigen. Ja, daar kan je zeggen, oké, hebben we ergens op een moment 1,5 miljoen vaccins beschikbaar en zouden we die groep hun vrijheid terug willen geven? Nou ja, voordat je dat besluit neemt, moet je eerst een pilot doen. Ja. De groep van 0 tot 25 is net zo groot als de groep van ouderen. Dat ligt zo rond de 4, 4,5 miljoen. Maar ja, vaccineren onder de 18 doe je eigenlijk niet nog. Hè, want die studie is niet gedaan. Ja, dan moet je ergens, en daar ga ik ook niet over, daar heb ik ook de kennis niet van. Nee. Maar moet je ergens besluiten of je in een later moment, als die studieresultaten er zijn, of je 13-jarigen tot 18-jarigen die meer op volwassen lijken, of je die wel of niet mee zou nemen in je strategie om die te vaccineren, om hun weer naar school te kunnen laten gaan, hun vrijheid te geven, zodat ze niet het gevoel hebben. Hè, want sociale contacten is voor hun zo belangrijk. Ja. En daar moeten we dat wat we nu hun ontnemen, dat moet, moeten we wel zien te beperken. En moeten we wel ergens kunnen zeggen, jongens, dat is tot 1 maart of tot 1 april max. En daarvoor moeten we een aantal pilots doen en moeten we er vol op onderzoek doen om een weloverwogen besluit te nemen in de Tweede Kamer.